allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Maaike en mocht je hier nieuw zijn, dan welkom. Ik heb vandaag even geen make-up op gedaan, omdat ik dus heel erg last heb van acne. En normaal heb ik dat nooit. Ik heb denk ik in mijn puberteit niet eens echt last van acne gehad. Maar ik heb dus gesport en mijn gezicht niet goed schoongemaakt. En nu heb ik allemaal bultjes op mijn voorhoofd. En het is echt super vervelend, maar ik moet het dus zo schoon mogelijk houden en dus geen foundation op doen of zo. Dus hopelijk stoort het niet te erg en probeer het een beetje te negeren. Want vandaag wordt wel een hele leuke video, want het is december. Dat betekent natuurlijk kerst. Ik heb alle herfstspullen al weggehaald vanochtend en het hele huis opgeruimd. En nu gaan we dus lekker kerstinkopen doen, waar ik echt enorm veel zin in heb. En lekker het huis versieren. En dan zijn we helemaal ready voor de kerst en de feestdagen. Je merkt ook echt dat het donkerder wordt buiten. En dan is het gewoon gezellig als het binnen gezellig is. Met lampjes en kaarsjes. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor om onze kamer kerst te maken. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, pak dan zeker wat warms te drinken. Chocomel, thee, koffie, wat jij lekker vindt. En dan gaan we beginnen met mijn eerste kerstvideo ooit. Dit is wel echt heel erg schattig. Van die gigantische snoepjes en van die candy canes. Oh, ik wou dat we hier de ruimte voor hadden. Kijk hoe fantastisch dit is. Het is echt super groot. En van die gigantische beren. Het is wel echt heel leuk. Van zulke vind ik altijd dat ze zo snel opgaan, want ze hebben altijd een hele korte brandtijd, maar wel hele schattige kaarsjes. Het zijn wel echt mega grote ballen trouwens. Deze zijn wel heel leuk. Dit is wel echt die classic kerstvibe of zo. Ja, het is tijd om de kerstspullen uit de opslag te gaan halen, eindelijk. De opslag staat helemaal bommetje vol, dus we moeten even gaan kijken hoe we dit gaan doen. Maar ik vergeet altijd elk jaar wat we nou precies allemaal hebben. Dus ik vind het altijd weer leuk om dan weer tussen mijn eigen spulletjes te snuffelen. Wat zit erin? Ja, dat zijn wel kerstspulletjes. Ja. Check. Weet jij hoeveel dozen er eigenlijk zijn? Met kerstspullen? Met kerstspullen, ja. Veel volgens mij. Staan die daar dan achter? Dat hoop ik niet. Soepel kerst. Absoluut kerst. Ik vergeet altijd hoeveel schattige dingen ik heb. Deze is ook zo leuk. Ja, we kunnen ook gewoon zeggen dat we dit doen, hoor. Ja, laten we het hierbij houden, want we kunnen wel doorgaan naar de volgende doos, maar
We hebben gewoon niet zoveel ruimte. En ik denk dat 2 dozen dan echt wel genoeg is om die kamer te vullen. Want hier zitten echt al heel veel schattige dingetjes in. Oké, ik heb mijn eerste kerstkoffie van dit jaar. Ik heb de ijskoffie van Starbucks. Hij heet White Chocolate Mocha Flavor. Chilled koffie met bold espresso, creamy milk en hints of white chocolate flavor. En ik dacht, aangezien dit een soort van ultieme kerstvideo is, moet ik deze natuurlijk ook filmen dat ik deze ga testen, proberen. Volgens mij doen ze elk jaar wel een beetje dezelfde. Dus het kan best wel zijn dat dit niet per se een nieuwe is, maar... We gaan hem toch even proeven. Thomas heeft trouwens een andere. Die heeft een gewone koffie. Maar ik heb dus de Holiday Edition. Ik had hem al geschud trouwens. Niet vergeten je ijskoffies te schudden. Dat staat er ook altijd op. Maar nou, daar gaan we. De eerste kerstkoffie van het jaar. En hoe proeft hij? Heel melkerig. Maar misschien is dat omdat witte chocola ook redelijk... zacht is van smaak. Ik vind hem wel heel erg lekker. En ik vind het gewoon leuk dat het eerste kerstding van het jaar is. Ja. Soms heb je het wel bij tankstations. Maar... Starbucks. Ja, maar niet zodat je... Maar dan kun je waarschijnlijk niet alle... Niet zoals in een normale Starbucks dat je alles kan nemen wat je wil. Of wel? Jawel. Ja, we kunnen best een keer naar zo'n Starbucks toe. Ja, dat lijkt me wel leuk. Dan kun je die echte... Een soort mukbang, alleen dan... Ja, want dan kun je die echte kerstdrankjes proberen. Dat doen Shane en Ryan doen dat ook altijd. Ja, maar dat kan prima. Dat kunnen we best een keer doen dan. Leuk. Ja. Ik heb even mijn betere camera erbij gepakt, maar het kan zijn dat de audio dus anders is. Ik vind dat nog heel moeilijk om te checken, ik moet dat nog een beetje leren. Maar er zit dus geen microfoon op mijn camera los. En hij neemt het gewoon op via de camera zelf. En ik weet niet zo goed hoe de kwaliteit daarvan is. Maar ik wil dus even laten zien wat ik voor dit jaar ga gebruiken als kerstversiering voor onze kamer. Zoals ik al zei, hebben we dus een hele kleine kamer, dus ik moet heel erg... inschikken met wat ik ga gebruiken. Ik heb die dozen doorzocht die jullie hebben gezien. En daar heb ik gewoon een paar dingetjes uitgehaald. En ik ga even kijken als ik dit allemaal heb neergezet hoe het er dan uitziet. Of dat ik dan nog wat mis. Maar grote kans dat ik nog wel ergens een keer in een winkel iets nieuws koop. Dus ik moet ook een beetje ruimte overhouden daarvoor. Thomas heeft trouwens een kerstboom besteld die dan hier komt. Op onze tafel een kleine kerstboom. En daarvan moeten we de ballen dus nog zoeken in de opslag. Dus dat komt allemaal nog. Vandaag is het echt alleen het huis zelf versieren, zeg maar. En de kerstboom komt dus nog. Omdat we het toch wel leuk vonden om iets van een kerstboompje neer te zetten. Want dat hoort er toch wel heel erg bij. Ik dacht, ik loop het gewoon eventjes helemaal langs. Het eerste wat ik heb, dat is een rendierknuffel met een klein houten sleetje. Deze heb ik vorig jaar gekocht bij de Intratuin in Breda. Allebei wel los, maar ik zag dat ze dit jaar dus die sleetjes ook nog steeds bij de Intratuin hebben. En ik vind die wel echt heel erg schattig. Deze kerstkrans heb ik ook vorig jaar gekocht. Volgens mij niet bij de Intratuin, maar gewoon bij een bloemistenbedrijfje. Bij ons om de hoek, zeg maar. Maar die vind ik dus ook heel erg leuk. Je kunt hem ophangen, want er zit een touwtje aan. Maar ja, ik heb niks om het aan op te hangen. Dus deze zet ik gewoon op een plank en dan is het gewoon helemaal leuk. Het is een beetje een mix van herfst en winter. Omdat er ook van die dennenappeltjes op zitten, wat ik toch wel meer herfst vind. Maar wel met van die nep sneeuw en kerstjes en dat soort dingen. Wel echt super schattig. En ik vind het altijd wel leuk. Een kerstkrans hoort er toch een beetje bij. En deze is wat subtieler, niet te veel glitter en drama, zeg maar. Dan dit kleed heb ik dus gisteren nieuw gekocht. Die hebben jullie ook in de video gezien. Hij is met een zachte voering. Ik had al een kerstkleed, maar die heb ik al een paar jaar. En die is dus echt heel erg lelijk geworden. En deze is lekker groot en zacht, dus die gaat lekker op de bank. Deze rendier hebben we ook gisteren gekocht. Het is een bloempot en ik vond hem wel heel erg schattig. Ik weet nog niet helemaal waar ik hem ga neerzetten, want ik heb er eigenlijk niet echt plek voor. Maar we hebben wel heel veel plantjes, dus waarschijnlijk ga ik er gewoon eentje ompotten. En dan in plaats van een gewone pot zet ik dan deze neer. Maar hij heeft dus een sjaaltje en ja, ik vond hem gewoon heel erg schattig. Dus ik kon hem niet laten liggen. Aan de ene kant ben ik dus iemand die heel erg houdt van, nou ja, dit soort... wat meer esthetische dingen. Maar ik hou dus ook heel erg van dus cliché kerst met rood en groen. En heel erg dat Amerikaanse kerstgevoel, zeg maar. Wat we gisteren ook hebben gekocht is deze kaars. Die vond ik heel erg mooi. Dat is dus een kerstboom en hij is een beetje glitterend. Ik denk dat dit zo'n kaars is die ik eigenlijk gewoon elk jaar neerzet. Ik heb hem wel vaker van die kaarsen, maar die ik dan dus helemaal niet aanzet omdat ik het dan zonde vind. Maar daarvoor heb ik dus dit soort dingetjes. Deze had ik nog...
van een paar jaar geleden. Het is een beetje hetzelfde idee als met die herfstkaars, met die paddenstoelen. Alleen dan dus met kerst. Ook heb ik een aantal nieuwe ballen gekocht. Dat doe ik eigenlijk elk jaar. Ik vind het heel leuk om dus elk jaar 1 of 2 nieuwe kerstballen te kopen. En zo uiteindelijk dus een hele verzameling te hebben. Ik probeer altijd wel een beetje rekening te houden met de stijl en de kleur die ik tot nu toe heb. Zodat het wel een beetje bij elkaar past. Een van de dingen die ik dus heb gekocht is deze. Het is een candy cane-achtige bal. En hij heeft dus een soort van zachte flokes, wat je dan ook altijd op de kerstboom hebt. Een andere die ik heb gekocht is dus deze met van die kerstblaadjes erop. En wat ik ook heb gekocht is deze. Dit is wel echt wat meer glitter en glamour. Dus het past ook eigenlijk niet helemaal bij wat ik tot nu toe heb. Maar ik vond hem heel schattig. Het is dus een hartje met allemaal glitters erop en een beetje een roze tintje. Deze kaars is dus ook zo'n kerstboomkaars. Deze heb ik een aantal weken geleden bij de HEMA gekocht. En ik zag dat ze nog steeds hadden. Heel erg schattig om neer te zetten. Ik heb best wel een aantal van die kersthuisjes. Maar ik heb deze uiteindelijk gekozen omdat deze wat subtieler is. En ik zoiets had van het moet gewoon niet te vol worden. Maar deze vind ik wel erg leuk. En deze heeft dus ook een lichtje die je aan kan zetten. Deze heb ik vorig jaar bij de Intratuin gekocht. Dat is gewoon zo'n standaard notenkraker, maar dan helemaal roze. Ja, het past echt totaal niet bij de rest. Maar dat is ook een beetje wat ik bedoelde. Met aan de ene kant ben ik echt van dat roze en glitter en dramatisch. En aan de andere kant dus echt van die standaard kerst, rood, wit, groen. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje mijn persoonlijkheid is. Van aan de ene kant ben ik heel erg van de natuur en down to earth. Maar ik hou echt ook van glitter, glamour en alles wat daarbij komt kijken. Dan nog een paar kleine dingetjes die ik nog had. Deze wilde ik nog ergens neerleggen. Die vind ik heel erg schattig. Ik heb hier ook een mannenversie van. Die heb ik toen voor Thomas en mij gekocht. Maar die kon ik niet vinden. Dus ik heb nu alleen het meisje. Een houten kerstboompje. Die vind ik altijd wel leuk om er gewoon bij te zetten. En een klein kaboutertje. Die vind ik ook altijd wel schattig. Doe ik me altijd heel erg denken aan Zweden en aan mijn familie. Dus ja, die zet ik ook altijd wel neer. En als laatste heb ik dan deze lichtjes. Die heb ik vorig jaar bij de HEMA gekocht. En er zitten dus beertjes aan met pakjes en losse pakjes. Dus die ga ik nog even kijken waar ik die ga laten. Maar het is dus met van dat ijzerdraad. En ja, het is een beetje kinderachtig. Maar ik vind hem wel heel erg cute. Dus die doe ik gewoon ergens subtiel tussendoor op een plankje of zo. Ik heb nog niet helemaal bedacht waar ik wat ga doen. Dus daar ga ik nog een beetje mee spelen. En kijken of ik dan hieraan genoeg heb. Maar ik denk het eigenlijk wel. Zeker als we nog die kerstboom hier gaan neerzetten. Maar dat komt dus nog. Maar voor nu gaan we lekker de kamer aankleden. Ik heb er helemaal zin in.